De juf zei dat wij onze botten moesten meenemen, in onze rugzak zetten en ook een regenjas. En ik moest mijn botten aandoen omdat het echt nodig was. Je doet dat maar één keer op een jaar, maar dan regent het en dat is wel niet zo leuk, want dan moet je in de regen stappen en zo. Maar de schooluitstap zelf is wel gewoon super tof, hè? Want planken daar altijd. Hè? Ik viel wel echt tegen dat regen was en eigenlijk altijd wanneer we op schoolreisjes gaan met de school regent het altijd. Ik weet niet waarom. Oh, dat is kei schattig. Ik hou echt super veel van dieren en de meeste van onze klas vinden dat ook zo leuk dat we een beetje vrij konden rondlopen en zo. Maar ja, de regen zorgt wel dat we veel dingen minder kunnen doen en zo. De meeste dieren zitten dan binnen die we dan niet kunnen zien. Omdat dan het regen is en dan hebben ze waarschijnlijk koud of zo. En dan komen ze niet buiten. Uiteindelijk was het wel heel leuk, want er zijn heel leuke dieren hier. En de witte sneeuwluipaard is ook heel mooi. Dus zelfs met de regen vond ik het wel echt heel leuk. We hebben er het beste van gemaakt door veel snoep te kopen en de dieren binnen te kijken. Kei tof dat je naar deze video hebt gekeken. We hebben nog veel meer. Je kan het allemaal checken op dit kanaal. Dus liken en abonneren maar.